De euro is onzorgvuldig genoeg ingevoerd. Het is een goed idee, maar de uitwerking is niet tot achter de komma verfijnd. Als ik een optelsom maak van verschillende rekeningen, we houden de euro, we knippen de euro uit elkaar, we gaan helemaal terug naar onze eigen munten, dan zie ik onder al die scenario's de minste nadelen in, we houden de euro. In de jaren 90 was natuurlijk de topjaren en kon je dat makkelijker, denk ik, verkopen als politicus dan in jaren van hoge inflatie en toenemende armoede. Want dan gaan mensen toch kijken, ja, maar die Parijse metrochauffeur die mag al begin 60 met pensioen. Ja. En waarom die Italianen, die maken misbruik van het geld en ik kom niet rond. Het wordt lastig, denk ik, voor je om dat dan neer te leggen, dat verhaal. Maar niemand vertelt het nadeel van haar eigen verhaal. Want vertel me eens even hoe duur een Nexit gaat worden. Vertel me even hoe duur het is om terug naar de gulden te gaan. Kijk, uiteindelijk denk ik dat we allemaal, je bent moeder, ik ben vader, we willen allemaal een betere wereld achterlaten voor onze kinderen. En we willen geen chaos en we willen liever evolutie dan revolutie. Ja. En je moet met elkaar proberen, zeker in een democratie, eruit te komen. En dus naar elkaar te luisteren om te zien of je een oplossing vindt waar iedereen of waar zoveel mogelijk mensen mee zijn. Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe Holland Gold video. Ik ben Paul Buitink en vandaag gaan we een gesprek opnemen in onze debatreeks. Want zoals jullie weten vind ik het interessant om met mensen van gedachten te wisselen waar ik het misschien niet altijd mee eens ben. Om te kijken of je toch gezamenlijker wat van op kan steken en een groei kunt doormaken samen. En ook voor de kijker is het denk ik leuk om dit soort gesprekken te zien. En vandaag zit ik met Niloufer Gundogan. Hi Niloufer. Hi Paul. Bij jou op kantoor in Den Haag. Ja, klopt. Leuk dat je er bent. Ja, dank voor de gastvrijheid. Ja. Jij hebt een heel bijzonder jaar achter de rug. Je hebt heel veel meegemaakt met je vorige partij, met rechtszaken, met je gezondheid. Daar gaan we het allemaal niet over hebben, want wij gaan het vandaag hebben over de inhoud en wel over Europa, de euro, de digitale euro. Allerlei onderwerpen waar je veel van af weet en waar je een hele uitgesproken mening over hebt. Dus daar gaan we met elkaar over praten om te kijken in hoeverre we van mening verschillen en waar we toch van elkaar kunnen leren. Misschien om dan te beginnen met het debat wat, als het goed is, in februari wordt gevoerd over de houdbaarheid van de euro. Ik meen dat Pieter Omtzigt dat heeft aangevraagd, omdat er toch regelmatig weer berichten verschijnen in de krant of dat er onrust is op financiële markten. Als het gaat om rentes op obligaties, om de houdbaarheid die daarmee gepaard gaat. Hoe kijk jij naar dat debat? Zie je daar waarde in en hoe ga je daarin in dat debat? Nou, hoe ik dat debat voor ogen zie, is dat er zijn objectieve argumenten. Die, denk ik dat je die wel toch behoorlijk als feiten kunt gaan definiëren van wat er niet voldoende goed is aan de euro op dit moment. En ik denk dat iedereen het daar ten eerste eigenlijk over eens zou moeten zijn. Zo van, wat is de anamnese van de euro? Waar staat die? Hoe gezond of ongezond is die euro? En zoals een goede arts dat zou doen, die zou dan gewoon vervolgens een behandelplan voorstellen om dan de patiënt, in dit geval de euro, beter te krijgen. En wat ik vind, is nog los van dat of het wel of niet eens zijn met die anamnese. Hè? Is die euro nog vitaal genoeg en is dat veel werk om de euro echt gezond te krijgen? Of is die euro echt gewoon bij wijze van spreken een obese patiënt met enorme problemen in al haar organen en is het eigenlijk gewoon een kansloze exercitie? Die discussie, daar komen we gewoon eigenlijk slecht feitelijk aan toe, vind ik, omdat er te veel emoties en verwachtingen, persoonlijke politieke belangen, eigenlijk het gesprek vervuilen, vind ik. En dan nog los van het behandelplan of we het daar of niet met elkaar eens over kunnen worden. En dat vind ik dan best wel eigenlijk ook iets verdrietigs te hebben. Ter voorbereiding natuurlijk op dit gesprek had ik ook al in mijn hoofd na te denken. En het lukt ons om de Delta-werken te bouwen. Het lukt ons om mensen op de maan te krijgen. En het lukt ons om gewoon allerlei, onder grote druk, vaccins te ontwikkelen tegen COVID-19. Maar over zoiets als de euro, daar lijkt eigenlijk gewoon alsof dat nog complexer is dan alle andere dingen die ik tot nu toe heb genoemd. En dat is het toch absoluut niet. Er is onder grote economen een grote consensus over de anamnese van de euro en wat er nodig is voor de euro. En op de een of andere manier daalt hij onvoldoende goed in zowel het Nederlandse parlement als in het Europese parlement, is mijn beeld.
Ja, ik sprak vorige week met André ten Dam, een onafhankelijk euro-onderzoeker. En die verwoordde het wel treffend dat eigenlijk sinds 2010 de euro is gestorven en kunstmatig in coma wordt gehouden met allerlei peperdure maatregelen. Ik ben het ook met je eens dat economen van beide zijden van het politieke spectrum, links tot rechts. Nou, je bent zelf een fan volgens mij van Stiglitz. Ja. Die heeft natuurlijk al jaren geleden gezegd dat de euro onhoudbaar is. Maar goed, aan de meer conservatieve rechtse zijde zien we natuurlijk ook die geluiden. Dus er is inderdaad wel een soort van consensus dat er iets moet gebeuren. Maar je zegt er is dus te weinig politieke wil om dat op te gaan pakken. Want als het gaat om een behandelplan, daar verschillen de meningen over natuurlijk. Jouw behandelplan is anders dan iemand die bijvoorbeeld een Nexit wil. Dus ja. Wat is jouw, nog even samen, wat is precies het ziektebeeld dan van de euro? Waarom is die wat jou betreft onhoudbaar? Nou, op deze manier blijven we gewoon peperdure symptoombehandelingen gewoon doen. In plaats van dat we echt een vitale euro hebben die gewoon goed munt is voor ons, maar ook voor andere landen die op zoek zijn naar een vreemde valuta die zij stabiel vinden. En mind you, dat is die eigenlijk al, hè? Want hij is voor veel mensen al in tegenstelling tot de dollar al een goed alternatief geworden. Dus en het laat ook gewoon zien, omdat Europa natuurlijk gewoon economisch echt een reus is, zou het natuurlijk gewoon eeuwig spijtig zijn dat daar gewoon niet een munt bij kan staan. Het zijn allemaal politieke argumenten. Het is niet per se een economisch argument, maar meer een politiek argument. Dat een dergelijke sterke economie zou, een goede sterke gezamenlijke munt, zou natuurlijk gewoon het verhaal van Europa vervolmaken. Dus dat is mijn visie. Dus daar zit minder misschien objectiviteit in en meer gewoon een gewenste politieke uitkomst, een droom. Dus dat geef ik eerlijk toe. Maar ik denk wel dat als je de euro gaat afbreken, in welke vorm dan ook, weinig afbreken tot compleet slopen, tot zelfs een Nexit, dat is financieel, wat ik van iedereen begrijp, vele malen kostbaarder, zowel economisch als politiek. Want als je bijvoorbeeld, wat sommige mensen gewoon zeggen, we donderen Griekenland uit de eurozone of we donderen Italië uit de eurozone en dan houden of we maken een soort van een euro. Maar dan zeggen bijna alle economen die ik hoog heb zitten, als je dat doet, dan zet je de deur open dat de vraag ontstaat. Maar als je die eruit hebt gezet, wanneer zet je dan eventueel Frankrijk eruit? Want Frankrijk heeft ook zijn problemen. En komt er dan ooit een dag dat Nederland eruit wordt gezet? Dan ga je die hele betrouwbaarheid van de euro zet je eigenlijk daarmee hoe economisch misschien die op korte termijn mogelijk een oplossing kan bieden, kan die gewoon op de langere termijn door het wantrouwen te ondermijnen nog grotere problemen bieden. Dus daardoor ben ik daar gewoon heel terughoudend in om naar dat soort oplossingen te kijken. Niet omdat ik koet zeg, we moeten de euro houden zoals die nu is, maar omdat ik gewoon denk eraan tornen, dat zorgt ervoor dat gewoon de financiële markten het vertrouwen in die munt naar alle waarschijnlijkheid de verkeerde kant op gaat. Ja, en je hebt wel eens gezegd dat als het aan jou had gelegen, dan was die niet op deze manier ingevoerd. Nee. Want wat ik je net ook hoor zeggen is, het zou eerder misschien op het eind moeten gebeuren, ja, als een soort van vervolmaking van een politieke unie, maar niet als start zeg maar van die verdere vervolmaking. Ja, dat zie ik nog steeds zo. Ik snap ook politiek waarom ze hem er doorheen hebben geduwd. Omdat ze dachten van, we hebben nu een window of opportunity en we fixen de rest wel achteraf. Nou, dat blijft eindeloos, maar politiek gewoon liggen op alle tafels. En eigenlijk weet iedereen het wel, maar het is net als zeg maar gewoon, je koopt een huis en eigenlijk weet je dat je die ene kamer vrij snel moet aanpakken, omdat je anders gewoon ontzettend veel kwijt bent en allerlei reparaties, omdat de rest van het huis daar ook last van heeft. Maar steeds is er gewoon eigenlijk gewoon weinig puf om dat toch een keer grondig te gaan herzien. En je zegt doorduwen, is het dan in jouw mening ondemocratisch ingevoerd, want doorduwen klinkt alsof het top-down, zonder dat het volk dat wil of zonder dat het volk daar voldoende invloed op heeft, dat het wordt doorgevoerd. Of zie ik dat verkeerd? Nee, zo zou ik hem niet willen zeggen. Het is denk ik gewoon vooral gewoon wat ik begrijp en was Kool van alle Europese leiders. Nou ja, die is natuurlijk democratisch gekozen. Dus ja, dan kan je weer discussies hebben hoe democratisch is het dat politiek leiders hier vooral gewoon in hebben gezeten. Die had meteen echt al openlijk vraagtekens, omdat we wel een monetaire unie tegemoet gingen, maar niet een fiscale unie en de economische verschillen te groot waren. En wat er tegen dus werd gezegd, ja, maar die verschillen worden door de munt gewoon kleiner. Daar had hij een hard hoofd in. Nou, er waren al heel veel economen die meteen zeiden, ja, maar munt is geen
wondermiddel. Het is niet een panacee die dan in één keer alle verschillende... En het zou ook nog eens een keer de andere kant op kunnen werken. Dus in plaats van dat de verschillen kleiner worden, kunnen de verschillen wel eens groter worden. Nou, dat laatste scenario is helaas uitgekomen. Dat een splijtswam is gebleken in plaats van een bindmiddel. Ja, en dat dan bijvoorbeeld landen als Italië, die aan zich... Weet je, ik bedoel, we moeten niet doen alsof Italië gewoon een beroerde economie heeft. Dat valt reuze mee. Het heeft echt op zich een prima economie. Italië heeft er eigen uitdagingen. Die zitten vooral gewoon op demografisch vlak, et cetera. Fiscale hervormingen. Maar goed, dat hebben wij ook. Bij ons is bijvoorbeeld de huizenmarkt gewoon behoorlijk gesubsidieerd. Dus daar zit gewoon, ieder land heeft eigenlijk gewoon wel, hè, zeg maar gewoon geen koe zo bont, of er zit wel een vlekje aan. Bijna ieder land heeft wel macro-economisch nog wel het een en ander te doen. Alleen du moment met een gezamenlijke munt zijn belangrijke macro-economische instrumenten, zoals een eigen rente en de munt laten devalueren, dat kan niet meer. Dus je zit vast aan bijvoorbeeld Italië, zo'n peperdure euro, waardoor je je export niet aantrekkelijker kunt maken, omdat je gewoon niet meer de lira hebt, maar de euro. Dus weet je, het is daardoor is het natuurlijk gewoon wel, je hebt jezelf in een gouden kooi gewoon gewurmd als Italië. En daar moeten we denk ik van doordrongen zijn, van wat willen we nou uiteindelijk? Is het nog steeds alle 27 ieder voor zich? Of zijn we inmiddels van overtuigd, we're in it together. Het is dan soms af en toe een beetje inleveren voor de ander, zodat we met z'n 27e meer kunnen genereren. Dit is mijn overtuiging, dan 27 afzonderlijk. Maar je bent een democraat natuurlijk, want je zit hier in de Tweede Kamer. In de Denemarken en Zweden hebben ze toen voor gekozen om een referendum te organiseren. En uiteindelijk hebben ze er toen voor gekozen om niet toe te treden tot de euro. Had dat, het is een beetje achteraf praten natuurlijk, maar had dat dan ook in Nederland moeten gebeuren bij zo'n belangrijk onderwerp? Ja, daar zie ik voor- en nadelen in. Dus dat weet ik in alle eerlijkheid niet wat daarbij bij mij de balans zou zijn. Of dat ik denk dat een referendum in dit geval een goed idee zou zijn. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, ik ben geen referendum-fan. Ik vind referenda worden vaak, vind ik, omdat wij in tegenstelling tot Zwitserland geen goede referendumcultuur hebben in ons land, vind ik dat de uitkomsten van referenda die ik heb gezien, uiteraard zijn ze democratisch hartstikke valide, dus daar gaat mijn twijfel niet om. Maar ik heb toch wel de indruk dat vaak meer emotie dan een weloverwogen keuze het referendum beïnvloedt. Terwijl ik bij de Zwitsers heb ik meestal het idee dat het echt andersom is. Dat Zwitsers, los van wat ze van hun regering vinden op dat moment, het referendum op haar eigen merites beoordelen. Maar zo'n cultuur kun je kweken, hè? Dat is ook niet in één nacht tot stand gekomen. Klopt, maar ja, kijk, de Zwitsers zijn natuurlijk wel met hun kantoncultuur, et cetera, toch wel hebben ze een andere cultuur meegekregen dan wij met het open poldermodel. Alles kan, je kunt echt heel veel culturen veranderen, maar dat kost je wel tijd. En als je maar eens in de zoveel tijd een referendum hebt, dan ben je dus niet, dan krijg je dat denk ik niet snel voor elkaar. En ja, dan denk ik gewoon, dan zo'n complex onderwerp met zoveel haken en ogen. Kijk, het is voor mij zou niet de vraag moeten zijn wel of niet EU. Voor mij had de vraag eigenlijk moeten zijn een monetaire unie zonder fiscale en economische unie. Is dat eigenlijk verstandig? Ja, het is de vraag hoe je dat precies dat zou gaan formuleren. Maar kijk, het interessante is dat je dan bij de invoering, er was een, ik meen best wel consensus onder economen, dat wat je ook al aangaf, dat dit niet de juiste volgorde was. Dat je na het eerst die politieke unie moet proberen te vervolmaken, voor zover je dat wil natuurlijk. Dat is uiteindelijk per land, kun je er anders over denken. En dat je uiteindelijk als sluitstuk dan een monetaire unie vormt. Dus als economen het daarover eens waren, dan is daar blijkbaar niet voldoende naar geluisterd door de politieke kasten van toen. En dan is het jammer dat je niet een volk hebt dat ingrijpt en zegt, sorry leiders, jullie laten je verkeerd informeren. Wij trekken aan de handrem. Ja. En dan is het wel prettig als je zo'n instrument hebt, dat je uiteindelijk als volk toch nog wel de ultieme controle hebt als het gaat om dit soort zaken. Want volgens mij was de Eerste Kamer niet eens, hoefde niet eens te stemmen over dit onderwerp. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik ben echt wel een deel van de details van hoe dat toen destijds is gegaan kwijt. Dus dat weet ik eigenlijk niet meer zo heel erg zeker.
Maar ik heb ook wel het idee dat er een soort euforie heerste. Want als ik dan terugga in die tijd, want het was 2002 natuurlijk dat de euro kwam. En we wisten het wat, vanaf eind jaren 90 wisten we het ja, al. Ja, 99 was je al de girale ja. euro. In 2002 werd de papieren metalen euro geïntroduceerd. Ja, en ik was begin 20. En ik weet gewoon dat toen met mij vele van mijn vrienden eigenlijk gewoon een aantal dingen die men als voordeel zag. Namelijk, je hoefde niet meer met Franse francs op vakantie. Einde van de vakantie liggen er toch een paar briefjes waar je geen ballen hebt. En dat je dan einde van de zomer beslist of je toch wel niet teruggaat naar Frankrijk en het dan opmaakt. Of anders geef je die aan die ander, want die ander geeft jou nog wel wat lira's gewoon. Ja, ik was tiener en ik was zo blij dat ik met vrienden in Salou toen in 1998... in 2002 waren we er naartoe gegaan. Toen was ik begin 20, dat we niet meer hoefden te betalen met pesetas. Maar dat zijn natuurlijk hele oppervlakkige ja, voordelen. Absoluut. Ja. Dus maar, ja, weet je, ik keek toen zo en met mij veel van mijn vrienden. En we hoorden gewoon, het is handig, want je hebt niet meer dat je... vooral voor transportbedrijven die dan de hele tijd met dat geld, maar ook iedereen die internationaal onderneemt, raakt gewoon geld verloren doordat hij gewoon geld over moet maken van het een naar het andere land. Dus ik denk dat de focus op de oppervlakkige voordelen is terechtgekomen en dat veel Nederlanders, ik denk zelfs als dat toen een referendum zou zijn geweest, dat de serieuze kanttekeningen van vele grote economen niet voldoende hadden geresoneerd in de samenleving. Het bedrijf had natuurlijk ook een sterke lobby. Hè? Banken. Ja, ja. ING was zelf ook bijvoorbeeld een uitgesproken voorstander. Liet dat gewoon ook heel erg duidelijk merken, herinner ik me nog. Dus ik denk dat de euforie gewoon op dat moment bij ons meer was dan de skepsis. Ja, dus zelfs een referendum had wellicht dan geen verschil gemaakt. Nee. Oké, maar nu zeg jij dus, destijds was het misschien niet verstandig, maar nu we er toch in zitten met elkaar en we zo vervlochten zijn, is het verstandig om erin te blijven en om te kijken of het kan worden hervormd? Ja, want kijk, ik denk, voor mij als Europese, ik voel eigenlijk al heel erg lang gewoon dreiging op Europa aankomen. En dan is denk ik de enige manier om met die dreigingen om te gaan. Want ik wantrouw de wereld om ons heen bijzonder hard. Dat zijn niet per se onze vrienden. En ik denk dat nu, de proof is in the pudding, kunnen we dat gewoon vaststellen. Ik heb Poetin altijd zeer agressief gevonden. Ik denk dat we nu met een jaar gewoon kunnen vaststellen dat het een zeer agressieve man is. Ik heb Erdogan altijd heel agressief gevonden. Je hebt een Turkse achtergrond natuurlijk. Ik heb een Turkse achtergrond. Ik kom met een hele andere politieke opvatting vanuit Turkije. Je ziet gewoon nu Erdogan, dat wordt steeds agressiever en ook wel echt, ik denk dat het beste term misschien wel is, maffia-politiek bedrijft. Hoe hij gewoon Zweden probeert te chanteren om alles wat hij uit Zweden kan halen voor het NAVO-lidmaatschap. Dat is natuurlijk niet de essentie van de NAVO. Hè? De NAVO was natuurlijk gewoon gebouwd om een militair een bondgenootschap te hebben. En als je een bondgenootschap eigenlijk al meteen met manipulatie en chantage gaat beginnen, dan is dat natuurlijk nooit gewoon gebaseerd op een mooi speelveld. Natuurlijk kan je belangen hebben, maar deze belangen gaan natuurlijk wel erg ver. Daar hoeven we niet heel ingewikkeld over te doen. Dus op die randen van Europa, en dan heb ik het nog niet gehad over Wit-Rusland, wat eigenlijk een marionettenstaat is van Rusland zelf. En hartstikke corrupt, hartstikke crimineel en totaal niet democratisch. We hoeven nog niet eens nog verder te gaan naar China, wat extreem agressief is. Wat haar eigen bevolking gewoon tot achter de komma monitort. Vraag is, wat gaan ze met Taiwan doen? Ik hou me hard vast. Weet je? Hoe zie je dan de VS? Want ik ben het grotendeels met je eens. Maar de VS hebben natuurlijk ook afgelopen jaren allerlei oorlogen gestart, waar we uiteindelijk ook allerlei zure vruchten van hebben moeten plukken. Ja, weet je, kijk, dus instabiliteit in het Midden-Oosten. Absoluut. Hoeven niet ingewikkeld over te doen. Maar ik ben op dit moment in de VS veel banger voor het feit dat daar een Trump opnieuw gewoon gaat komen. En dat, maar goed, dat zijn vooral de Canadezen die gewoon vrezen dat dat gaat gebeuren. Daar zullen zij als eerste, als grootste bondgenoot, economische partner, last van hebben. Of zelfs misschien Civil War, als het echt helemaal verkeerd gaat tussen de verschillende groepen binnen de Verenigde Staten. Ja, weet je, de wereld is onstabiel en heeft iets agressiefs. En wat heb je dan? Wat is dan de beste plek, denk ik, is dat je dan je omgeving, dat daar nog een soort van stabiliteit en een rust is. En dat kan je letterlijk en figuurlijk alleen maar volhouden als je het ook kunt betalen.
Dus daarom is voor ons een weerbare economie gekoppeld aan een weerbare democratie. En dan kan je in dat model het niet veroorloven om een kwetsbare munt te hebben. Dat is mijn aftronk. Ja. En maar wat zou je dan concreet voorstellen om die euro of die Europese Unie, als je nog even breder trekken? Want ik weet dat je daar ook een aantal ideeën over hebt, over hoe het parlement zich in Brussel, wat voor macht die zou moeten krijgen, wat voor rechten. Maar laten we focussen in eerste instantie op de euro. Wat voor concrete maatregelen stel je dan voor? Ik denk dat de EU in ieder geval, om haar eigen onafhankelijkheid groter te maken. Nou kijk, eigenlijk wat je het beste zou gewoon doen is een verdragswijziging. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon een extreem ingewikkeld en duurzaam iets. Maar er komt een nieuw stabiliteits- en groeipact aan. Hè? Dus daar zou je ook misschien input aan kunnen geven. Maar dat vetorecht, zoals nu in Hongarije, gewoon budgetten gewoon kan tegenhouden. Dankzij die coronabonds kun je nu gewoon Hongarije weliswaar sanctioneren met het oude verdrag. Laat eigenlijk gewoon malafide praktijken vanuit een lidstaat gewoon toe. Te weinig goede instrumenten. Dan heb je dat vetorecht. Nou, Polen die is dan bang dat Hongarije dan op haar vingers getikt gaat worden. En gaat van. Dus weet je, daar moeten we vanaf. We moeten echt gewoon bij belangrijke keuzes naar die gekwalificeerde meerderheidsmanier van stemmen in Europa vaker gaan doen. Of structureel. Dus veto eruit. Maar ben je niet bang dat dan de Nederlandse kiezer daardoor de sjaak is? Want als het gaat om een aantal zaken, met name begrotingen, en hebben wij natuurlijk in Nederland ons relatief calvinistisch opgesteld al die jaren. Maar op het moment dat wij met meerderheid van stemmen kunnen worden overruled, dan zal het denk ik bij veel Nederlandse kiezers leiden tot vrees dat er dan zoveel macht naar Brussel gaat, dat het nog duurder gaat worden bijvoorbeeld. Dat die transferunie helemaal. Maar vrienden, misschien wil je dat wel. Is het ook jouw doel om uiteindelijk naar een Europese politieke unie te gaan, inclusief een transferunie? Ja, ik weet niet of ik per se het woord transferunie zou zeggen. Ik zie het veel meer gewoon vanuit de andere kant. Je bent net zo sterk als de zwakste schakel is. En wat het wel doet, is als je gewoon. Kijk, ieder land heeft zijn krachten en zijn zwaktes. Wat het dan wel gaat betekenen, denk ik, is dat als jij gewoon bij Italië op de vingers gaat tikken op die en die en die macro-economische zwakheden, en je doet dat bij Griekenland, Duitsland, Frankrijk, ja, dan is het een kwestie van tijd dat gewoon zij ook onze macro-economische zwakheden gaan aanpakken. Maar dat gebeurt ook, hè? De uitkering uit het Next Generation Fund, ook die aan Nederland, die zijn ook natuurlijk, daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Dus ook wij zullen hypotheekrente anderszins. Terecht lijkt me ook. Terecht. En want ook daar zijn veel economen in Nederland het al over eens. En daar ontbrak het ook steeds aan politieke wil. En wat er dan wordt gedaan is, ja, Brussel wil het. Maar eigenlijk is het gewoon puur macro-economisch verstandig beleid. Dus dit zou misschien ook wel eens gewoon het breekijzer kunnen worden van veel landen die het eigenlijk gewoon door willen geven aan de generatie politici na hen. En daarmee wordt gewoon eigenlijk bijna altijd het probleem groter, omdat het niet tijdig wordt opgelost. Dus het is hom of kuit. Of we gaan met deze macro-economische behandelplannen, die voor iedere patiënt in Europa net een tikkeltje anders zijn, gewoon langs de deuren en gewoon zeggen, patiënt, slik deze pil, want anders dan word je zieker. En tegelijkertijd moeten we met z'n 27 die euro ook een goed behandelplan voor neerleggen. Maar we hebben allemaal onze uitdagingen. Maar dat betekent Frankrijk bijvoorbeeld zou dan de pensioensleeftijd niet van 62 naar 64, maar boom, naar 67 en een beetje moeten bijvoorbeeld. Daar hoor ik verschillende verhalen over, omdat Frankrijk nogal een hardgroeiende populatie heeft en veel jonge mensen in verhouding, 1,8, 1,9. Dus zij kunnen geloof ik daardoor gewoon in tegenstelling tot andere Europese landen waar de vergrijzing echt een mega groot probleem is, dat misschien nog wat onder die 65 houden. Nou, kun je dat uitleggen aan iemand die heel graag met zijn AOW wil, als die 62 is in Nederland, maar die moet nog een paar jaar wachten en hij ziet zijn Franse neef met pensioen gaan. Dat kun je niet uitleggen, toch? Nee, dat is de demografie. Dat is de demografie. Dat is. Dat is een abstract idee voor een Hollander. Ja, de demografie in Frankrijk, daardoor mogen ze dan later met pensioen. Ja, maar ja, wij hebben dan misschien weer gewoon een beter pensioenstelsel. Dus weet je, kijk, of dan, want dan ga je naar het niveau dat we voor heel Europa in alle landen alles achter de komma met een one size fits all gaan. Zou je dat willen? Nee, ik denk niet dat je dat nu moet willen. Maar zou jij dat willen? Allemaal Engels op school en minister van Financiën, hetzelfde pensioensysteem, hetzelfde zorgsysteem bijvoorbeeld. Hoe ver wil je daarin gaan zelf? Even los van wat haalbaar is, maar ben ik wel benieuwd naar. Dus ik nu mes op keel zeg ik eerder nee dan dat ik ja zeg. Want ik denk dat je daarmee gewoon ook het stukje culturele diversiteit en dat soort dingen allemaal gebruiken, te veel gewoon gaat ondermijnen.
En ik denk dat als ik dan kijk naar landen die denk ik een goede federatie zijn, die goed werken, dan denk ik aan Canada, dan denk ik aan Duitsland. Je hoeft niet alles gewoon achter de komma, gewoon vanuit de centrale staat. Ik denk dat het eerder weerstand oproept, dat het dan hoofdstadhaat gewoon alleen maar groter wordt, want dan wordt de resentiment naar Brussel alleen maar groter, dan dat het draagvlak. Laat Brussel gewoon de grote dingen doen. En laat onze eigen landen gewoon al dat andere waar we cultureel aan gehecht zijn zo goed mogelijk doen. Ja, we zien al in Nederland hoeveel tweestrijd of polarisatie is tussen bijvoorbeeld Den Haag en de provincie. En dat is dan natuurlijk nog eens in het kwadraat op het moment dat je Brussel meer macht heeft. Ja, je wilt toch niet dat wij gewoon gaan bepalen voor de Italiaan gewoon hoe laat de scholen gewoon gaan beginnen. Want als je naar zo'n uniform systeem, dat moet je niet willen. Nee. Dus, maar ik denk wel, tenminste voor mij althans, je kan wel je inspiratie uit een ander land halen. Want als je het dan bijvoorbeeld hebt, hè, even naar een zijstap bijvoorbeeld. De Scandinavische landen doen het hartstikke goed op onderwijs. En toch geven ze veel minder uren les uit. Dat komt omdat zij op een hele slimme manier gewoon het onderwijs hebben ingericht. Daar zit gewoon veel minder administratieve lasten in. Dus ik vind het niet verkeerd dat wij als Nederland, zonder dat wij dus dan het Zweedse model 1-op-1 kopiëren, maar dat we wel bij de ander gaan kijken, wat kan ik van je leren? Ja, maar nog even terug te gaan dan naar de hervorming van de euro. Je zegt enerzijds vetorecht afschaffen, anderzijds hintje op een verdragswijziging. Nou, dat wordt natuurlijk lastig. Dan krijg je weer Lissabon-taferelen. Maar zo'n stabiliteits- en groeipact, dat zal worden aangepakt de komende tijd. Wat zou jouw voorstel daar dan zijn? Want we hebben nu natuurlijk te maken met maximaal 60% staatsschuld en maximaal 3% begrotingstekort. Nou, die regels zijn door alle actoren meerdere keren geschonden. Dus dat is eigenlijk in papieren tijger gebleken, want daar waren ook boetes aan verbonden. Die zijn ook niet uitgedeeld uiteindelijk. Wat is jouw voorstel samengevat dan voor zo'n nieuw stabiliteits- en groeipact? Nou, die 60% en ook die 3%, daar zeggen alle economen van, die zijn natuurlijk gewoon een beetje zo gedaan van ja, weet je, is dat nou het getal? Dus zelfs als 2% inflatie is ook een beetje uit. Ja, had dat niet 1,5 of 2,5 moeten zijn. Dus ik denk de hardheid van die getallen, ik denk dat er zit natuurlijk wel een bepaalde logica achter. Want bij 60% en zoals nu die rente die er dan omhoog gaat, dan kan je gewoon je staatsschuld nog redelijk goed bijbenen. Dat is wat ik begrijp de grootste, belangrijkste argument erachter. En of dat 70% is of 55%, dat maakt dan weinig uit. En als die rente excessief hoog zou worden, dan is bijna alles wat je aan schuld hebt gewoon sowieso al niet meer te doen. Ik denk wel dat we met recht kunnen vaststellen dat staatsschulden die ver boven de 100% gaan, daar hebben we echt wel grote uitdagingen. En wat je dan ziet, en dat heb ik ook geprobeerd in een van de gesprekken met Klaas Knot van aan hem te vragen, want wij zitten op een andere, minder penibele, maar wij zitten ook gewoon voor grote uitdagingen. Ja, hoe doe je dat dan? En Klaas Knot zegt gewoon, ja, alles wat een uitgave is, wat in de toekomst gaat renderen, moet je eigenlijk door laten gaan. En alles dat wat erger kan voorkomen, moet je eigenlijk ook door laten gaan. Dus ergo investeringen in klimaat nu wel doen. Want als je het morgen moet gaan doen, dan is de schade er. En dan is het probleem groter. En dan is het nog veel duurder dan als je het vandaag had uitgegeven. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die sceptisch zijn over die klimaatuitgaven. En zeggen, we gaan heel veel geld uitgeven voor een evenement wat niet helemaal zeker is. En we zouden het ook kunnen gebruiken om te adopteren, om aan te passen. Dus dat je net als, en je zei net al delta werken. We zouden natuurlijk straks ook, als die zeespiegel inderdaad heel erg hard gaat stijgen, dat je zegt, nou, we gaan de dijken verhogen, of we gaan maatregelen nemen om ons aan te passen aan het klimaat. Dat kan natuurlijk ook een route zijn. Hè? Dus, ja, maar dan ben je uiteindelijk politieke voorkeur. Kijk, je kunt met technologische oplossingen heel ver komen. Maar als het gaat niet alleen om het stijgen van de zeespiegel en dat de zee dezelfde kwaliteit heeft en dezelfde temperatuur en dezelfde biodiversiteit. Het leven in de zee gaat gewoon ook kapot. En de systemische impact die dat dan gaat hebben op het leven op aarde, daar weten we eigenlijk gewoon veel te weinig van. En ik denk dan, als je dan de rapporten neemt van Stern of Stiglitz en nog een boel anderen die echt gorddroog zijn, maar ook iemand als Tirol heeft daar gewoon ook heel veel over geschreven, dan hoor ik toch vooral aan de kamp van de doorwrochte economische rapporten dat het gewoon beter is om het wel te doen dan om het niet te doen. En dan denk ik echt gewoon, waarom zou je gewoon zoveel risico willen nemen?
In het beste geval, hè? Ja. Waarom het is een politieke keuze uiteindelijk. Als de meerderheid van Nederland zegt, nou, we gaan proberen het te doen met adaptieve maatregelen. En we zien wel hoe het klimaat verandert. Democratische proces. Ja. Maar het mogen duidelijk zijn dat ik hier veel meer aan de kant van de voorzichtigen sta. En gewoon denk van, ja, weet je, het aantal overstromingen wat toeneemt. De droogte die toeneemt. De oogsten die mislukken. We zagen gewoon afgelopen winter dat er nauwelijks sneeuw viel in Europa. Ik denk dat er gewoon heel veel tekenen aan de wand zijn die gewoon ons echt heel duidelijk maken dat we hard gewoon de verkeerde kant op gaan. Het aantal klimaatdoden is de afgelopen decennia gezakt omdat we ons beter in staat zijn te beschermen met betere gebouwen, dijken, noem maar op. Dus... Nog wel, maar hoe lang? En kijk, als wij het rijke deel van de wereld, hè, wij produceren het meeste CO2. Want het is echt niet zo dat iedereen evenveel CO2 produceert. Ik geloof dat wij met elkaar ongeveer zo'n 30% van de wereldbevolking... 15% zelfs van de wereldbevolking uitmaken. En wij produceren ongeveer 3/4 van alle broeikasgassen. Dus de opgave ligt ook aan deze kant vele malen groter. Ja. En wij hebben die kennis in huis. En ik spreek met mensen van de TU en van Wageningen. Er ligt echt ook in de voedselproductie, maar ook gewoon in de mobiliteit. Er liggen echt wel gewoon hele goede oplossingen die het leven aangenaam zullen houden. Maar gewoon de effect op klimaat zullen drastisch verminderen. Dus dan denk ik gewoon, ik zie daarin eigenlijk een win-win situatie. Want waar we ook tot nu toe niet over hebben gehad, is het vergroten van de economie. Dus je kunt het hebben over de staatsschulden en dit en dat. Maar staatsschuld is natuurlijk een fixed bedrag. Ja. En als je BNP groter wordt dan dat bedrag wat jij in staatsschuld hebt, dan gaat natuurlijk gewoon jouw percentage gewoon automatisch een stuk minder worden. Er zijn best wel wat manieren om de aanbodkant van de economie te vergroten door bijvoorbeeld de groene economie echt een kickstart te laten geven. Je kunt ook gewoon denken aan de participatie. Te veel vrouwen in Nederland en ook in Europa blijven onvoldoende werkzaam. McKinsey heeft uitgerekend dat dat in Nederland en in de EU ongeveer tot 25% meer BNP zou kunnen leiden. Dus alle landen daar gewoon werk van zouden maken. En dan heb je degene die op een andere manier een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, omdat gewoon hun opleidingen niet meer gewoon compleet aansluiten met de behoeften van de arbeidsmarkt van vandaag de dag. Dus een leven lang leren zou daarbij helpen. Taalkursussen voor mensen die van buiten Europa komen en misschien een van de belangrijkere Europese talen nu niet beheersen, waardoor de afstand tot de arbeidsmarkt groter is. Dus er zitten ook aan die kant belangrijke en haalbare instrumenten om die economie te vergroten. Dat gebeurt ook eigenlijk met de Next Generation, toch? Dus het fonds wat van ruim 800 miljard... wat 2 jaar geleden tot stand kwam. Daarvan gaat bijvoorbeeld 200 miljard naar Italië toe. En veel daarvan wordt gebruikt ook voor de dingen die jij net beschrijft. Vind je dat dan een goede ontwikkeling, dat ja, megafondsen worden opgezet? Ja, want Italië heeft een economie van, wat is het uit mijn blote hoofd, iets van 1000 miljard is een BNP, dacht ik. Dus als zo'n land gewoon een grote economische knal maakt, dan voelen we dat met z'n allen. Maar als zo'n land een groei kan maken, dan voelen we dat ook met z'n allen. Maar ja, dan leidt dat er wel toe. Bijvoorbeeld dat er bergdorpjes zijn met 120 man, waar 20 miljoen naartoe gaat. Waar ze van alles mee kunnen opknappen. Eigenlijk veel te veel geld, waarbij de burgemeester ook aangeeft, ja, wat doen we ermee? Ook de lokale maffia, die vaart daar wel bij. Is dat dan niet, is dat dan wel in lijn met wat goed is voor Nederland? Ja, ik ben niet over alles, denk ik, even halleluja hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar ik kom graag in Italië. Het is mijn favoriete land. Ik durf mezelf wel met recht Italofiel te noemen. En als je daar bijvoorbeeld, en dan heb ik het echt nog niet eens over het zuiden, dan heb ik het bijvoorbeeld over Toscane. Als je bijvoorbeeld in een dorp in Toscane zit en je wil bijvoorbeeld naar San Gimignano rijden of naar Florence, dan doe je over een afstand van 60 kilometer meer dan een uur. Een van de grote knelpunten in Italië is dat zowel de digitale als de harde infrastructuur totaal niet gewoon past bij de behoeftes van vandaag de dag. En dat zorgt er gewoon voor dat gewoon tot in de haarvaten de economie ontplooien en alle kansen die daar liggen gewoon achter zijn gebleven. En dan heb ik het nog los van de corruptie, waar we natuurlijk gewoon echt streng op moeten zijn, et cetera. Ja. Maar ik was dus gewoon ook in Portugal en dan kom je in het zuiden van Portugal en dan denk je, dit is toch een armer en kleiner land. En de infrastructuur in Portugal vond ik, wat ik ervan heb gezien, in ieder geval veel verfijnder en op een... Ja, die nieuwe snelweg in de Algarve. Ja. Zo'n tolweg, dus bijna iedereen gebruikt alsnog de lokale weg langs de kust, maar... Als je wil, ja, kun je snel van een naar het andere. Ja. En dat is in Italië zijn die wegen dan... Dan
pas als je bij Florence bent, dan kan je weer gewoon een snelweg pakken. Ik heb er vorig jaar ongeveer 3,5 uur over gedaan om dwars door de Appenijnen aan de andere kant te komen. Terwijl als je daar gewoon, net zoals in Zwitserland of in Oostenrijk, een paar fatsoenlijke tunnels en grote viaducten misschien had neergelegd, dan ging dat allemaal veel sneller. En dat zorgt voor heel veel vertraging, niet alleen van het individu in mobiliteit, maar ook gewoon van transport. Ja. En daarin denk ik gewoon wel, kijk, weet je, doen we alles even goed? Nee, dat doen we niet. Maar ik denk wel dat dit is wel het achterstallige onderhoud waar Italië gewoon... Kijk, het probleem met Italië is dat Italië toen ze gingen bezuinigen, hebben ze met name bezuinigd op infrastructuur en op onderwijs. En ze hebben de conceptieve uitgaven, vooral in de uitkeringen en de pensioenen en zo, die zijn gewoon doorgegaan. Maar hoe zie je dan, het werd in eerste instantie gelabeld als een coronafonds, maar gaat maar heel weinig geld naar gezondheidszorg. Het gros gaat naar andere doeleinden. Ook stond er in het coalitieakkoord dat er geen eurobonds zouden komen. Nou, dit is grotendeels gefinancierd door obligaties uitgegeven door de Europese Commissie. Net als bij de invoering van de euro twijfel ik dan toch heel erg aan het democratisch gehalte van zo'n programma. Hoe zie jij dat? Nou, ik vind dat je daar wel een punt hebt. En dat vind ik ook inderdaad gewoon... Kijk, de kiezer is niet dom. Zeg dan gewoon waar het op staat. En kijk, je kunt het ook namelijk... Het heeft namelijk ook een andere kant. Hè? Ze waren nog niet uitgegeven en de markt stond echt gewoon te trappelen om ze te kopen. Dus dat zegt ook iets over hoe gewild het is. Dus dat zegt ook iets over hoe robuust onze economie wordt gezien om die bonds maar te kopen. Dus je kan het ook gewoon als positief gewoon kunnen neerzetten. Ja, de financiële markt heeft wel behoefte aan dat soort zaken. Omdat de treasury-markt is natuurlijk nu heel erg bepalend wereldwijd voor het financiële systeem. En men is op zoek naar een andere soort van risicovrije asset. En ik denk dat heel veel bankiers en de financiële markten blij zijn als er meer gemeenschappelijke schuld wordt uitgegeven. En ik zie ook wel jouw blik daarop. Je bent natuurlijk best cosmopolitisch, je reist veel. Jij ziet daar voordelen, maar wat ik gewoon mis is het... Kijk, ik ben blij dat er mensen zijn zoals jij die zich uitspreken voor dit verhaal, omdat je daarin gelooft en daar wil je ook politieke kleur bekennen. En zo zijn er mensen die er niet in geloven en zeggen, jongens, we moeten het anders doen. We moeten bijvoorbeeld terug naar een eigen munt, maar ook met een heel duidelijk verhaal. Maar dan heb je volgens de middenpartijen, die hebben het vorige keer ook over gehad, die bekennen geen kleur. Die zeggen het een in Den Haag en doen het ander in Brussel. En dat leidt tot die vertrouwensbreuk, denk ik, tussen Den Haag en het volk. Ja. Je moet het gewoon heel goed informeren of het volk vragen, wat wil je nou echt? En dat dan ook volgens gaan doen. En niet A zeggen en B doen. Dat is denk ik het grootste probleem. Dat zijn we denk ik helemaal met elkaar over eens. Kijk, mijn overtuiging is niet alleen maar gebaseerd op mijn voorkeuren, omdat ik van heel Europa geniet en ik me in heel Europa thuis voel. Nogmaals, voor mij is het belangrijkste, als ik een optelsom maak van verschillende rekeningen. We houden de euro, we knippen de euro uit elkaar, we gaan helemaal terug naar onze eigen munten. Dan zie ik onder al die scenario's de minste nadelen in, we houden de euro. En dat verzin ik niet zelf, dan probeer ik naar zo slim mogelijke economen en hun adviezen. Maar die zijn niet, zeg maar, dat een kumbaya verhaal is, verre van. En wat mijn grootste irritatie is, dat zelfs partijen die deze kant aanhouden eigenlijk onvoldoende eerlijk zijn over de grote uitdagingen die hierin zitten. Maar wel bij die andere verhalen wijzen wat daar de nadelen aan zijn. En dat doen die andere partijen ook bij dit. Ja. Maar niemand vertelt het nadeel van haar eigen verhaal. Want vertel me eens even hoe duur een Nexit gaat worden. Vertel me even hoe duur het is om terug naar de gulden te gaan. Ja, we hebben in ieder geval, er zijn allerlei onderzoeken. We hebben natuurlijk het onderzoek gehad van Wilders een jaar of 10 geleden van het Lombard Instituut. Maar recent heeft Lex Hoogduin niet tenminste onderzoek gedaan. Nou, met Lex Hoogduin wordt ook nog veel economen wel ook gedacht dat hij gewoon toch ook wel een beetje... Nee, maar dat is oud directeur van DNB. Lex, die is academisch wel heel zuiver, maar die heeft het berekend. Gewoon door te kijken van wat kost in de Verenigde Staten en dat te modelleren naar Europa. Dan ben je wel per jaar 20 miljard kwijt als je een transferunie wil. En totaal over de komende tientallen jaren kost dat Nederland 600 tot 1000 miljard. Omdat we dan andere regio's moeten helpen. Bijvoorbeeld met nieuwe snelwegen. En dat kan je keuze zijn. Maar daar zou het wel over moeten gaan. Even in februari dat debat in de Kamer. Dat zou eigenlijk wel... Zo'n aantal van dat soort papers, wetenschappelijke papers... Of misschien moet je eerst een aantal wetenschappers, economen uitleg geven. En dan volgens kan de Kamer daarover praten. Maar je hebt allerlei berekeningen inderdaad. Wat kost het om... ik weet dat Wim Boonstra, die had ik vanmorgen nog aan de lijn. Die komt binnenkort met de berekening inderdaad van wat het kost
om uit de euro te stappen. En dat is ook een enorme rekening, wat jij al aangaf net. Maar dat soort rekeningen zou je denk ik naast elkaar moeten leggen. En dan kan het volk erover beslissen. Dat lijkt me een hele goede manier. En zeg maar gewoon, bijvoorbeeld mijn model kost de Nederlander bijvoorbeeld dit. Ja. Maar het levert ook dit op. Want ja, in mijn model zeg ik ook gewoon bijvoorbeeld, wij moeten gewoon stoppen met, zeker bij de allergrote bedrijven, dat ze nergens belasting betalen. Hè? Want dat is nog steeds wel behoorlijk mogelijk. En dat je dan dat bijvoorbeeld wel federaal gaat inrichten. En ja, voor die grote multinationals. Pak Amazon nou waar je ze echt kunt pakken. Ja. Ja, weet je, en zelfs in Davos zie je gewoon dus nu dat mensen gewoon zeggen, de echte rijken die hebben het in de gaten. Het ondermijnt uiteindelijk gewoon ook de stabiliteit van landen. Dus waarom kan gewoon, wat was het vorig jaar of het jaar ervoor, dat Amazon uiteindelijk zelfs nog 200 miljoen euro kreeg van Luxemburg, dacht ik. Omdat het een handig construct had gebouwd. Zorg er nou voor dat Europa er eigen broek op kan houden. En dat het voor dit soort grote trajecten, voor dit soort grote projecten, of dat nu dadelijk gewoon bijvoorbeeld een magneettrein is die moet worden aangelegd, die de infrastructuur van heel Europa en daarmee de economie een echte boost kan geven. Dus al die infrastructurele programma's, dus digitaal en hard, daar ben ik heel erg voor. Je moet daarin investeren. Je moet ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Europeanen ook participeren en een volwaardige baan hebben die hun bestaanszekerheid geeft. Daar moet je allemaal op inzetten. En ik denk dat je dan vervolgens gewoon een model hebt van ja, het kost allemaal wel een beetje, maar samen weten wij iets te maken wat veel groter is. Dus het is eigenlijk, nou ja, als ik het mag samenvatten, misschien is wel het coöperatiemodel wel het wat mij het meeste, denk ik, gewoon hierop van toepassing is. Dus één boer alleen lukt het niet om die hele dure zuivelinstallatie te kopen. Maar als je met z'n allen daar geld op inlevert, dan kan je gewoon iets doen wat in de omgeving bijna niemand anders kan. En dan word je zo groot dat iedereen daar nog veel meer brood van op de plank komt. Hoe ver wil je gaan? Want dus zou je kunnen zeggen, nou, laten we bijvoorbeeld Marokko er ook bij betrekken. Of nou, Oekraïne mag erbij, Georgië, Israël. Uiteindelijk is het natuurlijk heel erg arbitrair waar je dan de grenzen bepaalt van zo'n coöperatie. En ga je dan uiteindelijk niet aan hoogmoed ten onder zoals het Romeinse Rijk. Dus je nu al ziet dat er best wat corruptie plaatsvindt in het parlement, maar ook wat we net bespraken in Italië. Het zijn denk ik mooie dromen, maar in de praktijk, hoe groter je wordt, hoe onbeheersbaarder zoiets kan worden. Groot zat voorlopig, denk ik. Ja. Nou, weet je, want hoe functioneert een staat robuust? Dat is dat er een bepaalde mate van een gedeelde cultuur is. Ja, exact. En linguistisch ook natuurlijk. Hè? Het is nu een toren van Babel. Nee, ja, dat zou ik niet zeggen. Dus ik zie veel meer gewoon, kijk, er moet een bepaalde mate van cultuur zijn. Taal kan daar een deel van zijn. Maar wat ik denk wat vooral misgaat, is dat de gedeelde wetten niet worden toegepast. En dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste bindmiddel. We zeggen wel het één met Europa. Hè? We doen het ook met Nederland. Ja. Hebben wij ooit een boete gekregen omdat wij ons niet hebben gehouden aan de begroting? Bijna hebben we het gekregen, ja. Ja, maar uiteindelijk ook niet. Nee. Dus als je met dat soort wassen neuzen gewoon gaat zitten werken, dan werkt het gewoon natuurlijk niet. Dus een stabiliteits- en groeipact 2.0, in ieder geval wat jou betreft, sancties die ook daadwerkelijk worden. Zeg gewoon desnoods van 3 strikes, you're out. Bij de eerste keer krijg je gewoon 0,5% gewoon van je begroting gewoon boete. Bij de tweede keer dit en bij de derde keer dat. En daarna is het echt... Maar you're out. You're out, maar onder curatele. Dan kan je 4 jaar lang gewoon niks meer doen zonder dat het EP of de commissie daarna heeft gekeken. Zorg er ook echt voor dat dat dan pijn doet waar het maximaal pijn kan doen. Ik zeg niet dat dit het moet zijn. Maar denk na over instrumenten waarvan je gewoon denkt, als je die 1 en 2 keer al hebt gehad, dan gaat waarschijnlijk zo'n land al gewoon denken, dit gaan we niet nog een derde keer gewoon flikken. Ja. Hey, en de houdbaarheid van de euro, daar begonnen we mee. In februari is er een debat over. Ook als het goed is, zijn Tweede Kamerleden uitgenodigd, ik weet niet iedereen, maar wel een aantal, om die noodplannen in te zien. Dat was op basis van een motie van Epping en Omtzigt. Heb jij de noodplannen gezien? Nog niet. Maar het kan zijn dat hij in mijn mail zit en dat ik het nog niet heb gezien. Maar dat gaat naar alle waarschijnlijkheid dat je dan bij de Griffie langskomt en dan handtekening zet. Telefoon inleveren, handtekening en dan kijken. En dan kijken en dan je mond erover houden. Doe je dat niet, dan wacht je een leuke straf. Maar ik vind het zo een fascinerende situatie. Is dat dan democratisch? Ik kan me voorstellen dat sommige dingen staatsgeheim zijn en het land in gevaar kunnen brengen als je daarover praat. Maar tegelijkertijd, jouw baas is de kiezer. En als jij iets ziet wat je niet bevalt, hoe moet je dat dan terugkoppelen aan de kiezer? Dat mag toch niet? Ja, maar als ik het belang van de kiezer ondermijn doordat ik mijn mond voorbij praat en daar hebben de Russen voordeel bij. Ja, maar stel dat jij iets ziet wat je zo slecht vindt,
Dat er moet aan worden gepast wat jou betreft. Of dan kan ik met collega Kamerleden die dezelfde geheimhouding hebben getekend, mag ik dan wel gewoon democratisch met elkaar over gedachten wisselen van, jongens, kunnen we dit nou moreel wel accepteren? Dus die ruimte is er wel. Ja. En dan moet je met elkaar gewoon inderdaad gewoon zeggen, en dan kan je vervolgens gewoon in die commissie gewoon, en dat is natuurlijk achter gesloten deuren, gewoon zeggen, ja, maar wat we nu zien, waar financiën nu mee komt, ja, dat vinden we echt niet oké. Maar meestal gaat dit gewoon omdat er inderdaad aanzienlijke staatsbelangen gewoon bij zitten. En dat tot nu toe heb ik in ieder geval niet de situatie meegemaakt dat ik gewoon iets heb getekend waarvan ik dacht, dit gaat de kiezer benadelen. Het is gewoon als ik hiermee verder ga met mijn mond te houden. Maar je wilt natuurlijk net voorkomen dat er een soort van chaotisch einde komt van de euro. Want dan gaan er heel veel mensen op een vervelende manier pijn lijden. En dat zou je het liefst natuurlijk willen managen, maar tegelijkertijd wil je ook graag dat er wel sancties komen en dat er consequenties worden verbonden aan als iemand zich nergens aan houdt. Maar als je die plannen openbaar maakt, dan is het misschien even paniek in de financiële markten, maar dan kun je wel als Nederland aantonen van jongens, wij willen echt wel door, maar het is wel tijd dat andere lidstaten zich eens een keer gaan houden aan hervormingsplannen of dat ze hun schuld onder controle gaan krijgen, want anders hebben wij in ieder geval hier een exitplan. Je hoeft misschien niet alle details te delen, maar op hoofdlijnen ben je denk ik wel geloofwaardiger als partner in die Unie. Nou ja, ik weet niet hoe jij naar Klaas Knot kijkt, maar ik vind hem denk ik gewoon wel een van de beste economen die wij in ons land hebben. En ook gewoon heel eerlijk. Ook altijd in het parlement, ook de pijnpunten niet schuwen, gewoon van zowel de Nederlandse begroting als wel gewoon hoe staat het er in Europa gewoon voor. En hij zit natuurlijk gewoon ook, hij schrijft me regelmaat aan met andere centrale bank mannen en vrouwen, zal ik maar zeggen. En ik heb toch wel echt het idee dat er op Europees niveau er een soort van een besef is, meer dan ooit, dat wat we ook doen, er moet draagvlak voor zijn en het belang moet goed kunnen worden uitgelegd. Dus dat die tijden van 2002 en daarvoor van een euforie, we doen het wel even, die ligt achter ons. Want ik denk dat iedereen wel ziet dat als ze het niet goed doen, dan wordt het voer voor degene die de euro willen afbreken. En dat is niet wat zij niet willen. Dus ik heb daardoor gewoon wel echt het idee dat sinds ik Kamerlid ben, dat er een andersoortige debat gaande is over de euro. Eerlijker. Ja, er zitten kosten aan. Maar de kosten zijn nog steeds minder dan de euro slopen. Nou, ik vind Knot vind ik vooral een politicus. En minder een econoom. Want hij best wel vaak een politieke kleur kiest. Hè. Hij is heel erg uitgesproken ook voor verdere federalisering. Ook om die euro in stand te houden. Hij had al eerder ja kunnen zeggen tegen renteverhoging. Wat mij betreft zijn we daar te laat mee begonnen. En dat was denk ik ook vooral door politieke redenen. Namelijk dat hij de euro niet in gevaar wil brengen. Dus kijk, als baas van de DNB heeft hij natuurlijk een belang bij dat die euro niet water gaat maken en dat het blijft bestaan. Maar is hij daarmee dan volstrekt onafhankelijk als econoom? Nee, het is natuurlijk een politieke job die hij heeft op heel veel punten. Nou, weet ik niet. Want als Stiglitz ongeveer dezelfde dingen zegt, dan zeg je niet dat hij politiek is, maar dan zeg je dat hij wel een bepaalde visie heeft. Er zijn ook economen die zeggen, jongens, er is te weinig draagvlak voor de visie van Stiglitz. Hoe mooi ook. Je kunt beter nu gecoördineerd gaan opsplitsen. Ja, klopt. Dus misschien is het gewoon, voel ik hem wat minder politiek, omdat de economen naar wie ik luister hetzelfde soort verhaal eigenlijk als Knot gewoon houden. Maar zit je dan in een bubbel misschien? Ja, dat kan. Maar nogmaals, er zijn dus drie smaken overwegend. We houden de euro, we tornen aan de euro of we stappen uit de euro. En dan zeg ik nog steeds van alles wat ik erover lees en wat ik het rationeel zo objectief mogelijk tot me door laat knippen of door laat dringen, zeg ik zo, we houden de euro met alle minpunten en alle uitdagingen. Is dat nog steeds het meest aantrekkelijke scenario? Is dat een bubbel? Ja, dan kom je wel dit soort mensen tegen, ja. Ja. Hey, ik ben wel blij dat ze zeggen dat er uitdagingen zijn. Ja. En dat die tijd die ooit was van halleluja euro en het is kumbaya en je mocht er niet over. Want toen ik voor het eerst zei dat ik bijvoorbeeld als het aan mij had gelegen de euro niet had ingevoerd. Toen zat je nog bij vol, toen kreeg je waarschijnlijk shit over je. Ik kreeg gewoon natuurlijk op mijn donder. Ja. Terwijl dat de feiten zijn. De euro is onzorgvuldig genoeg ingevoerd. Het is een goed idee, maar de uitwerking is niet tot achter de komma verfijnd. Ja. Het is nu aan ons als politici om daarover te zeggen, we gaan dat deel achter de komma, wat echt niet gewoon
kinderspel is. Het is geen bijzaak meer. Het heeft laten zien dat sinds de invoering van de euro we structureel met de euro anders naar het ziekenhuis moeten gaan. En dan moet de ECB dingen doen die de ECB eigenlijk niet hoort te doen. Want eigenlijk zou dat mandaat bij de politiek moeten liggen. Ja. En niet bij de ECB. Maar de ECB keek er ook aan. Ja, als wij niks doen, gaat de patiënt dood. Ja, ja. Weet je, dus we zaten met elkaar in een catch 22. Ik denk dat de groep die aan deze kant van dat spectrum staat en economen hartstikke goed ziet. Wij willen deze patiënt redden en we zien echt wel genoeg redenen om hem te redden. Het is ook nog eens goedkoper, denken wij, om hem te redden dan om hem in stukken te hakken, dan wel gewoon afstand van te nemen. Ja, in die groep behoor ik. Ja, dan kom je wel een bepaald bubbel tegen, zoals jij het noemt. Ja, sue me. Nee, maar dat vind ik ook. Daarom vind ik het prettig ook om met jou te praten. En ongetwijfeld krijg ik. Ik zit ook een beetje in een andere bubbel natuurlijk. Hè? En dus ik krijg ongetwijfeld ook weer allerlei mensen over me en zeggen. Ja, Paul, waarom ga je nou dat gesprek aan? Ik vind het juist interessant om te kijken naar van oké, waar baseer jij je op? Wat voor cijfers, feiten, rapporten, economen. En om toch te kijken, kijk, uiteindelijk denk ik dat we allemaal, je bent moeder, ik ben vader, we willen allemaal een betere wereld achterlaten voor onze kinderen. En we willen geen chaos en we willen liever evolutie dan revolutie. Ja. En je moet met elkaar proberen, zeker in de democratie, eruit te komen. En dus naar elkaar te luisteren om te zien of je een oplossing vindt waar iedereen, of waar zoveel mogelijk mensen mee zijn. Ja, maar ja, kijk, je weet denk ik ook wel dat mijn grote politieke held is Franklin Delano Roosevelt. En de econoom die hem het meeste bijstond, Keynes. En de mannen die ik zojuist opnoemde zijn vooral toch wel mannen. Ja. Ik vind de Keynes ook nog steeds denk ik. Ik vind Hayek dan maar wat interessanter, maar ja. Hier, daar ga je, dus daar zit. Ik lees ook Keynes, dus ja. Maar weet je, ik geloof heel erg, je moet die stabiele munt hebben. En dan moet je heel snel met fiscaliteit aan de slag. En je moet met de aanbodkant van de economie aan de slag. Want onze productiviteit blijft achter. We nemen niet de gehele arbeidsmarkt voldoende mee. We moeten echt gewoon eigenlijk een soort nieuw deal financieel gewoon gaan maken op Europees niveau. En dan worden we alle 27 er beter van. En moet iedereen bij de EU, nou ik zou zeggen, gewoon laten vooral eerst eens even plaats maken. Ja. Hongarije en Polen een beetje gewoon in het gereel krijgen. Dat is echt al een challenge. Dus eerst de kinderen opvoeden voordat je gaat adopteren. Ja, en hopen dat de landen om ons heen niet verder gewoon en corrumperen en dictatoriaal gaan worden. En dan zijn we zo denk ik wel 10 jaar verder. En dan kijken we wel eens weer eens een keer verder of we überhaupt iets erbij willen voegen. En dan zou ik eerder zeggen gewoon iets noordelijks. Ja. Maar ik ben alleen een beetje bang dat wat jij wil, is dat uiteindelijk dat je dan toch met een vierkant door een rondje moet gaan. Dat we toch top-down dan erdoor moeten drukken. Omdat er binnen, zeker nu in Nederland, op de armoede toeneemt. 1 op de 2 millennials heeft moeite om rond te komen. 1 op de 3 gezinnen heeft problematische schulden. Om dan dat Europa-verhaal, dit wordt lastig denk ik voor je, om dat verhaal dan geloofwaardig neer te leggen bij de kiezer. Omdat ze nu vooral pijn voelen. In de jaren 90 was het natuurlijk de topjaren. En kon je dat makkelijker denk ik verkopen als politicus dan in jaren van hoge inflatie en toenemende armoede. Want dan gaan mensen toch kijken, ja, maar die Parijse metrochauffeur die mag al begin 60 met pensioen. Ja. En waarom de Italianen, die maken misbruik van het geld en ik kom niet rond. Het wordt lastig, denk ik, voor je om dat dan neer te leggen, dat verhaal. Dat zou heel goed kunnen. En tegelijkertijd hoor ik ook wel weer mensen die gewoon zeggen gewoon van juist het aanjagen van de economie. Kijk, ik ben misschien daardoor ook een vreemde eend in de bijt. Aan de ene kant ben ik sociaal-economisch links van het midden, omdat ik vind dat er meer een herverdeling moet worden gedaan. Maar ik vind dat je niet aan herverdeling voldoende toe kan komen als er niks of niet genoeg het valt te herverdelen. En dat maakt me dan weer rechts. Alleen ik zeg zo, laten we afstappen zo snel mogelijk van die grijze economie en zo snel mogelijk die groene economie aanjagen. En daar hoort wat mij betreft ook gewoon het omarmen van kernenergie bij, wat toch wel aan de linkerzijde taboe is. Ja. Dus ik probeer eigenlijk gewoon zo nuchter mogelijk gewoon te kijken, zoals FDR dat eigenlijk deed, dat is toch mijn grote inspiratie. Hoe kun je ervoor zorgen dat zoveel mogelijk gewone Europeanen een zo goed mogelijk leven hebben? Dus moet de koek groot genoeg zijn en daarna moet je hem zo eerlijk mogelijk verdelen. Ja. Dat is volgens mij gewoon hoe het moet. Ja, nou je hebt je punt helder gemaakt. Maar 2 dingetjes nog. Digitale euro. Dat was eigenlijk de reden dat ik je ook aanschreef. Want ik zag in dat debat door Mahir Alkaya werd geïnstigeerd ervoor gezeten. Dat je ook wat dingen zei over de digitale euro. Dat je vooral, dat je aan Mahir vroeg van oké, maar, want Mahir is natuurlijk heel kritisch over de digitale euro. Jij vroeg van oké, maar is er een manier te bedenken dat het dan wel zou werken? Als ik jou die vraag stel, onder welke voorwaarden zou zo'n digitale euro wat jou betreft wel ingevoerd mogen worden? Nou ja, onder andere dus gaat ook die motie die ik in heb gediend ook over, dat die dus gewoon niet programmeerbaar gewoon mag worden. Ja. Want dat is denk ik gewoon, je wil niet dat een munt bepaalde politieke keuzes in zich kan herbergen.
Dat willen we niet. Maar dat vond ik wel de mooie afdronk van dat debat. En dat heeft misschien ook mee te maken dat er behoorlijk wat maatschappelijke druk op stond. Ik stond hier in de rij, kon er niet inkomen. Maar dat mede ook door die maatschappelijke druk, dat de Tweede Kamerleden in ieder geval in grote mate wel daarover eens zijn. En dan is de vraag, oké, dan wordt er beloofd, dat gaat ook niet gebeuren. Dan is natuurlijk de vraag, in de toekomst, als er een keer een crisissituatie ontstaat, dat het niet alsnog op die manier wordt misbruikt. Heb je die vrees niet? Want die vrees leeft dan onder veel tegenstanders. Kijk, als we die kant op ooit zouden gaan, wie dan ook, die is dan daar dusdanig bezig met zelfmoord van de EU te plegen. Dus dit gaat dan zo duur boemerangen, ja, dat ik denk dat men het wel niet één keer over nadenkt, niet drie keer, maar wel 100 keer. Ja. En dan zou het echt zo'n situatie moeten zijn dat er bij wijze van spreken een oorlog ergens aan de gang is. Dat je echt vanuit crisis iets doet en dat je daarna gewoon met hangende poten gewoon uitlegt waarom je het hebt gedaan. En of je het dan nog overleeft is een tweede. Ik denk het niet. Laat ik het in ieder geval gewoon zeggen dat ik hoop dat met het volwassen worden van Europa, dat ze ook gewoon die emotionele disbalansen gewoon een beetje kwijtraken. Van euforie naar skepsis. Laten we Europa inrichten waarvan we gewoon zeggen, it has a job to do. It has a job to do, zoals bijvoorbeeld Washington dan ook moet doen. Het moet voor ons pal staan in geopolitieke en buitenlandachtige contexten. En daar moet een sterke, robuuste economie en munt achter staan. Zodat wat het zegt, de buitenwereld ook weet, hier staat niet een of ander armtierig continentje. Hier staat een serieuze grote speler gewoon te praten. Ja. En laat zoveel mogelijk dan als een soort van een federale blik bij de landen. Als jij dat gewoon goed kunt, dan kun je dat gewoon goed. Net zoals je in Amerika mag shoppen voor zorg of voor onderwijs. Waarom zouden mensen dat niet op individueel niveau mogen doen? En als ze dat individueel zoveel doen, gaat dat uiteraard ook democratische gevolgen hebben. Maar laten we dat niet vanuit Brussel dicteren hoe lang een verpleegkundige, welke roosters moet werken. Dat is denk ik gewoon het geneuzel waar mensen eerder negatief van worden van Europa. Dus nu een vuist kunnen slaan tegenover Poetin, eventueel straks ook nog tegen Erdogan. Maar we hebben gewoon ook intern nog even een aantal mensen die we gewoon op het matje moeten roepen, zoals Orbán. Daar is wat mij betreft een sterk Brussel voor nodig. Laatste vraag over je toekomst. Je hebt natuurlijk nu je bent eenmanspartij. Je hebt natuurlijk een team. We zijn heel erg vriendelijk ontvangen door de president. We hebben natuurlijk binnenkort provinciale verkiezingen. Daar doe je dan niet aan mee, denk ik. Hè? Maar what's next? Eerst het vonnis, 7 februari. En dan ontstaat er headspace wat ik juridisch nog meer ga doen of niet. Ik overweeg serieus de bodemprocedure. Ik wil echt gewoon dat Toet Nederland weet dat ik alleen maar met leugens te maken heb gehad. En dat er geen snippertje bewijs tot op heden bij de beide rechtszaken is overhandigd. Dus dat steekt me bijzonder. Ja. Er moet echt een ander verhaal. Dus ik ben het zat dat op Google, wanneer je mij googelt, als eerste suggestie grensoverschrijdend gedrag komt. Dat vindt dat echt gewoon, dat heeft me echt enorm gekrenkt en gegriefd. Ja, dus je eerste gerechtvaardigheid, dat is te doen. En dan vragen vrienden ook van, zie je zelf doorgaan? Ik weet het oprecht niet. Nee. Je bent bezig met een boek? Ja, die staat nu even op een laag pitje. Ik moet echt even gewoon, deze zomer weer naar Italië. Ik denk dat ik even in Italië gewoon ga nadenken en een beetje gestaag gewoon dan de balans ga opmaken van wat wil ik nu echt? Wat heeft de politiek mij tot nu toe gegeven en gekost? Dus misschien sta ik er net als de euro eigenlijk wel voor. Ga ik door, breek ik het af of ga ik helemaal terug? Ik weet het niet. We gaan het zien. Moet mijn analyse nog loslaten. Ja. En dan hoor ik het tegen die tijd wel. Ja. Heb jij nog iets wat je wilt toevoegen aan dit gesprek verder? Nou, ik vond het een leuk gesprek om te voeren. En ik hoop dat je gewoon vooral, je hoeft het niet met me eens te zijn, maar dat je snapt gewoon wat mijn afwegingen zijn. Ja. En dat ik die zo objectief mogelijk gewoon probeer te doen. Uiteraard wel met een persoonlijke kleur erin. Ja, nou dankjewel, Nieke. Heel graag gedaan.